Ik ben inmiddels 6 maanden vader en ik ga jou 5 tips geven over het aankomend vaderschap. Ondanks dat je je misschien probeert voor te bereiden op het vaderschap, blijft het toch een beetje het grote onbekende. Je weet pas wat het is als je het hebt meegemaakt. Tip nummer 1. Plan flexibel 2 weken vakantie in voor na de bevalling. In die 2 weken kan je even alles een plek laten vinden. Wennen aan de situatie dat je ineens een gezin bent en niet meer met z'n tweeën. Tip 2. Slaap bij. Je moet er rekening mee houden dat de eerste paar maanden nadat je kleintje is geboren, je niet heel regelmatig mislaapt. Zorg dus dat je voldoende uitgerust bij de start verschijnt. Tip 3. Drink 3 weken voor de uitgerekende datum even een paar pils met je maten. Als zij het niet voor jou doen, organiseer het dan zelf. Weet in ieder geval dat de tijd die je voor je vrienden hebt na de bevalling erg gering is. Tip 4. Geniet er nog maar even van om met z'n tweeën te zijn. Hier geldt natuurlijk hetzelfde voor als met je vrienden, want ook na de bevalling is hier soms weinig tijd voor. Tip 5. Maar de allerbelangrijkste tip is... relax. Het komt wel goed. Je kan namelijk eigenlijk niet zo heel veel fout doen. Zolang je het liefde, eten en aandacht geeft, komt het wel goed. Ja, je moet het alleen niet laten vallen. Vond je dit een leuke video? Like hem. En wil je op de hoogte blijven van de nieuwe video's? Abonneer dan eventjes op mijn kanaal. We'll be right back.